Was dat strijders van de Alliantie met Rick en welkom bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 2. Vorige aflevering hebben wij even een sidequestje gedaan. Om even de snelheid te breken van de game om eventjes wat anders te zien dan alleen maar de storyline. En nu gaan we verder. De Dieven Guild zit inmiddels in het oude paleis van Emilio Barbarigo. Salute, bello mio. Come stai? You back to see me already? Desolato, mia cara. But I am not here to play. I must speak with Antonio. It's urgent. Antonio! Ezio's here! Ezio, is everything all right? Carlo Grimaldi and the Barbarigo are in league with the one they call the Spaniard. They're going to murder the Doge and replace him with one of their own. They will have all of Venezia, their entire fleet, in their grasp. And they call me a criminal. Then you'll help me. You have me on your side, brother. And the support of all my men. And women. Grazie, amici. But, Ezio, I must warn you. It's not going to be so easy this time. Palazzo Ducale is the most heavily guarded building in Venezia. Okay. Nothing is impenetrable. This is why we like you, Ezio. Come, let's go take a look. We'll come up with a plan. Yep, daar hebben ze een plan. Ik heb net afgesproken om met Jasper weer een nieuwe We Were Here aflevering op te nemen. Though, treachery like this no longer surprises me. When I was a child, we were taught that the nobles were just and kind. I believed it, though my father was only a cop. Want die serie die wilde natuurlijk ook een beetje voortzetten. I aspired to be much more. I studied hard. I persevered. But the nobles would never have me. If you are not born one of them, acceptance is impossible. So I ask you, Ezio, who are the true nobles of Venezia? Men like Carlo Grimaldi and Marco Barbarigo. No, I say we are the thieves and mercenary and whores. Oh ja, dit gebouw waar ik net letterlijk naar boven ben geklommen. To save this city and its people, the nobles seek to make it their plaything. We need to scout the palazzo carefully, see it from every angle. We just might find a way in. I know of a tall campanile behind the palazzo. Or we might find a way to climb the back of the basilica. Do you have any ideas? I assume the front door is out. Va bene. We'll try the front door as well, Saputello. Okay, we zullen wanneer er weer eens iets vinden. Monsieur is weer hier helemaal naar boven klimmen, dat zou fucking kaal zijn. Okay, nee, gelukkig niet. Ja, dat ik alleen maar op dit gebouw moet zijn. Maar daar ben ik al eens keer geweest, uiteraard. Vorige aflevering. Kijk vooral de vorige aflevering als je geïnteresseerd bent. Moest je eerst helemaal naar boven klimmen? Ik kan zeggen, ik ga down. Ik doe gewoon naar beneden. So, what do you think? We're not getting in this way. They'll have time to murder the Doge before we're able to get through all these guards. Okay. Die is dus niet het geval, daar kunnen we niet doorheen. Ik denk dat we inderdaad helemaal om moeten en de manier naar boven moeten zoals ze net hebben gedaan. Maar misschien vinden zij wel een manier. Ik moet wel naar boven klimmen, denk ik. Maar dat kan geregeld worden, want zo snel kan ik zijn. We moeten wel wachten op Antonio, die niet zo snel is. Ja, kijk, dus we zullen waarschijnlijk inderdaad via boven moeten, dus via daar. Look at that.
archers everywhere. And the walls are impossible to climb on this side. Yep. Maar aan de andere kant niet. Ik is. There we go. En nou eens even verder kijken, want als het goed is wat ik zeg, is er dus een manier om daar gewoon naar boven te klimmen. Dus dat weet ik, want dat hebben we natuurlijk al eens eerder gedaan. Antonio moet dus een beetje opgieten. Zakken u. Nee, ik ja, voor de mensen die mij al wat langer volgen, weten dit. Maar voor de mensen die mij nog niet zo lang volgen, weten dit niet. Ik speel natuurlijk alles aan Squid Games. Met een reden. Oké, ik ga allemaal lopen, want deze keuze is al te traag. En dat is omdat ik uiteindelijk ooit alle Assassin's Creed games in een tierlist wil zetten. Om te kijken of welke nou echt de beste was. Daarvoor moet ik natuurlijk alle games al even weer recent hebben gespeeld. Of in ieder geval referentie materiaal hebben. Perfect path op de scaffolding to the roof of the basilica. Shall we? Yep. Dus vandaar dat ik zoiets heb dat ik alle Assassin's Creed heb gespeeld. En dan kan ik ze goed ranken. Ik heb inmiddels doe ik daar al heel wat jaar over. Een stuk of 7 of zo volgens mij inmiddels al. Ik weet niet hoe lang ik YouTube doe, maar Assassin's Creed Brotherhood is de eerste game die ik heb gespeeld. De tweede game die ik heb gespeeld op mijn kanaal. Dus die kan ik ook niet meer helemaal voor de geest halen, maar. En dan heb ik in ieder geval, als ik zeg maar nog even wil weten wat ik er toen van vond en hoe de game eruit zag. Dan heb ik in ieder geval, kan ik in ieder geval kijken hoe die eruit ziet. En wat ik er ook weer van vond toen. Ezio, look! Isn't that him? Grimaldi! Don't you understand what I'm offering you, signore? Listen to me, please. Or this will be your last chance. How dare you? I'm sorry. Mi dispiace. I meant nothing by it. I'm only looking out for your safety. We're running out of time. There's no way through this fence, and there are guards everywhere. Diavolo! All right, this way. It's impossible. There's no way in or out for men. Only birds. Yes. Birds. Ja, dit is de missie waar ik deed uit op zit te wachten. Dit is de missie met het vliegtuig. Met het vliegtuig, met de vlieger. Volgens mij. Ik was al zo van, ik dacht dat er een... Dat er een missie was in Assassin's Creed Brotherhood of in Assassin's Creed 2, waarbij je moet vliegen in een gebouw. Volgens mij is het deze. En dat ik die toen de tijd, toen ik nog een kleine Enrique was en 14 was of zo, misschien zelfs nog jonger, dat ik die toen fucking moeilijk vond. Maar ik ga kijken hoe ik het nu doe. Dus we gaan nu naar Leonardo rennen. Dit is waarschijnlijk de vliegermissie waar ik het aan denk. Dan moeten we binnenkort ook eens eventjes een armor upgrade doen. Maar daarvoor gaan we uiteraard niet, dat gaan we niet hier doen. Codex page, als ik dan toch bij Leonardo ben. En nog een sinkpoint, als ik dan toch hier ben. Hallo jongens. Wat dan bitch. Here we go. Die nemen we ook mee. Hoppa. Dan zeg ik, als we dan toch hier zijn, nemen we gelijk de Codex Page mee. Gelijk eventjes met de Notoriety weer weghalen. En dan eventjes op dat gebouw klimmen. Om een sinkpointje te pakken. Zo. Nee, dus ik weet niet. Ik heb nu inmiddels best wel wat Assassin's Creed op mijn kanaal staan. Ik heb ze ook allemaal gespeeld, alleen niet op mijn kanaal uiteraard. Ik ben even aan het denken, welke is mijn favoriet? Ik denk dat nu toe mijn favoriet dat 2 is. Nou, eigenlijk Brotherhood is misschien wel beter. Hoe ga ik hier naar boven klimmen? Oh, zo.
Dit is ook wel spuik staan. Ik denk dat Brotherhood nog wel beter is. Lastig. Maar in ieder geval die. Ik heb natuurlijk een van de community hun favoriete game van die gespeeld. En dat is 4. 4 is natuurlijk binnen de Assassin's Creed franchise. Het staat bekend als een van de betere games. Voor heel veel mensen ook de beste gaming franchise. Die heb ik gespeeld, maar niet op mijn kanaal. Ik heb Rogue nog niet gespeeld, wat een van mijn favoriete games is. Zeker top 3. Ik denk, voor mij staat die boven 4. Dus als ik mijn ranking nu zou moeten maken, en ik heb nog niet alle games dus gepleed, dan zou mijn top 3 zijn Brotherhood 2 Rogue. Ik vind dat Rogue qua gameplay een iets compacter verhaal heeft. En dat zorgt natuurlijk voor dat bepaalde characters minder uit de verf komen, om het maar even zo te zeggen. Aan de andere kant, het zorgt ook voor dat de game sneller gespeeld is. En dat vind ik wel prettig. I need your help, Leonardo. Does it work? What? What are you asking? Does it work, Leonardo? Can it really fly? I don't know. It's only a prototype, an idea. It's not ready yet. Have you tried it? No, it's too dangerous. To test it, you'd have to leap off a tower. Who would be mad enough to do a thing like that? Leonardo, I think you just found your madman. Dit is de missie. Nothing ventured, nothing gained. Test Leonardo's flying machine. Om in dat gebouw te komen. So, how does she work? Have you ever watched a bird in flight? It's not about being lighter than air. It's about grace and balance. You must use your body's own weight to control your elevation and direction. Good luck, Ezio. Okay, let's go. Fuck. Oops. I can't believe it. It worked. It really worked. Okay, we're showing what's up. You flew, Ezio. You flew. See, but not very far. Well, what were you expecting? The machine wasn't designed for distance. All right, look. Let me go over my plans here. Maybe I can find some way to extend the duration of the flight. Ezio, my men tell me Carlo has the poison. We must hurry. Antonio, this is Leonardo, the master inventor who built these... Hey, it's not the machine's fault. It's mine. I've checked and rechecked my blueprints. It's just impossible. I don't know how to extend the flight. Da, che idea del cazzo! Eureka! Of course! Genio! What is he doing now? It rises. It needs fire. Heated air under its wings will lift the machine. Leonardo, what good is one fire going to do? Not one fire, Ezio. A dozen, built all across the city. Enough to carry you from here all the way to the Palazzo Ducale. Huh. Okay. Ah, oh, capisco. My men could do that, but you are forgetting about the guards. Don't worry, I will take care of them. I'll give the order to have my men move in behind you and hold the locations. They light them all up the second the sun goes down over San Marco. Okay. Well begun, that's half done. Dit is de missie waar ik het over heb, jongens. Dit is een hele lastige. Clear the four locations of the fires. Dit is een hele lastige. Maar we moeten het wel doen. Dus dat gaan we even doen. Dus het kleren van de location is niet zo moeilijk. Alleen het daadwerkelijk vliegen met dat kutting, zoals je zag, ik kreeg er vol de grond in. Dat is wel een tijdje lastiger. Dus maar we gaan het gewoon doen. Oké. Vloep. En snel ook naar de overkant zwemmen. Ik wil deze missie voorbereiden, zodat we de volgende aflevering alle tijd hebben om dat kutvliegtuig te gaan proberen. Want dat gaat mogelijk nog wel even duren. This is ridiculous. Vincenzo was supposed to take my ship. En nu snel hier naar boven klimmen.
Wat ik zeg, ik wil deze missie snel ook af hebben. Houden, they brought over for a big party. Really expensive. Next, okay. En jij ook. Doei. I'm fucking out. Oké, I'm not fucking out. Ik heb ook recent, ik heb een momentje van zwakte gehad, jongens. Ik heb iets gedaan wat volledig tegen mijn principes ingaat. Maar waar ik gewoon zoveel zin in had dat ik het moest doen. Ik heb FIFA gehaald. En wat ik zeg, en dat is nog erger. Oké, what the fuck. Want ik heb FIFA voor 70 fucking euro gehaald. En normaal gesproken precies van, ik wil zo, ik ga geen FIFA halen tegen full price, want dat gaat letterlijk in principe zijn. Ik ben EA Greedy Corporation. Nice. Dus ik heb zoiets van, dat ga ik niet doen. En toch heb ik het gedaan. Daar heb ik gewoon fucking veel zin in. En toen is het een goede buy geweest. Want ik heb, ik vermaak me enorm goed. Doei. Next. Maar niet meer bij het trotse moment. Ik heb er ook zin over zitten nadenken van, ga ik FIFA spelen op mijn kanaal, Road to Glory? Nee, ga ik echt niet doen, de TNW. Als ik dat begin, dan is het einde helemaal zoek. Huppatee. En nu nog eentje en dan zijn we klaar. Hallo. Doei. Zo. Goed begin is half werk. Maar goed begin is ook bij de helft. Of in dit geval 25%. Want de volgende aflevering gaan we moeten vliegen met een kutding. Dan gaan we doen in de volgende aflevering weer uiteraard. Mensen, bedankt voor het kijken. Like, abonneer, reageer. Dat is vrienden. En ook de volgende keer terug zien bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 2. See you!